Het gebied heeft verschillende gezichten. Je ziet, nu is het bruine van het najaar, de winter, zit er nu in. Elke keer weer is het anders. Richard Bonthuis is toezichthouder voor het Friese Gea, die Westhoek beheert en erop toeziet dat de natuur hier voorop staat. Het hele gebied is hier gewoon fantastisch. Op het moment dat je het hoge water hebt en de vogels hier vlak onder de kant zitten. Dat is ook hartstikke mooi om te zien. Hele bulten met kluten, wulpen, noem ze allemaal maar op, alle steltlopers. En wat je dan ziet is op het moment dat het wel druk is met mensen, dat de vogels wat meer naar de zijkanten gaan zitten. Op een gegeven moment, als het laagwater is, ja, dan zitten hier haast geen vogels onder de dijk. En dan zitten de vogels echt een heel eind op het wat. Westhoek is een natuurgebied. Toch bedenken mensen steeds allerlei activiteiten waar de natuur dan het decor voor moet zijn. We hebben hier toen het openluchtspel gehad. Dat is eigenlijk het raarste wat ik in dit gebied heb meegemaakt. Ondanks dat het allemaal goed is gegaan en allemaal prima afgelopen en je ziet er niks meer van. Maar dat vond ik eigenlijk iets van het Friese Gea afgezien ook heel mooi dat daar toch de ruimte voor is gegeven aan die mensen. Om toch ook een soort beleving hier te hebben die anders is dan normaal. Maar wel dat het echt wel aangegeven is dat het een uitzondering is. Dus een uitzonderlijk evenement, zeg maar. Want ja, je krijgt wel vaker verzoeken van kunnen we hier niet iets organiseren? Maar het is een natuurgebied, dus ja, je kunt hier niet zomaar van alles organiseren. Want het is vrij, omdat het niet zo heel groot is, is het ook vrij kwetsbaar natuurlijk. Toch zijn het niet de uitzonderlijke evenementen die de grootste druk voor de natuur opleveren. Je moet de mensen het vaakst uitleggen dat zij toch een beetje erom moeten denken met hun hond. Meestal zie je dat de mensen de hond wel aardig onder controle hebben. Maar op het moment dat ze dan op een gegeven moment aan het eind van het pad zijn, dan gaat die hond toch links en rechts om door het gebied heen struinen. Je ziet dat die hond dus op een gegeven moment toch wat verstoring veroorzaakt. En aangezien hier verder op dit moment niet heel veel regels gelden en waar mensen zich aan moeten houden, probeer ik een beetje in te praten over het gevoel van de mensen en op hun eigen verantwoording. Op het moment dat mensen hier met een hond lopen, zie je dat de boel verstoord wordt omdat de vogels vliegen op. Het is één groot kabaal, de vogels vliegen op. Dan vliegen ze een paar honderd meter naar de zijkant, gaan ze weer zitten. En dan denken een heleboel mensen van, dat is prachtig om te zien. Al die opvliegende vogels, schitterend, hartstikke mooi. Alleen, het is wel verstoring. En het kost die vogels wel weer de nodige energie die ze eigenlijk nodig hebben om op te vetten. Voor de trek, ja, ze zijn aan het verstoren op dat moment. En dat landt vaak niet bij de mensen. Vaak is het niet zo dat de mensen dat bewust doen. Maar dat ze gewoon, ja, ze hebben geen idee waarom die vogels hier zitten. En wat eigenlijk het belang van deze plek is. Want dit is best een belangrijke plek voor eigenlijk alle trekvogels die hier langs komen. Ja, mensen denken vaak dat wij er alleen maar zijn om iedereen over de vingers te tikken. Hè? En om het pure toezicht houden. En langs rijden, kijken of alles volgens de regels gebeurt en doorrijden. Maar in mijn optiek ben je er ook als gastheer voor de mensen die in het gebied zijn. Mochten ze vragen hebben, dan sta ik ook open voor vragen. En dan is het geen enkel punt als mensen hier wat aan de praat houden, want dat voelen ze soms ook zo. Hè? De mensen die denken vaak, ik hou je van je werk. Sorry, maar ik heb even een vraag. Ik had net ook een mevrouw, die had een vraag. Nou prima, helemaal goed. En dan beantwoord ik die gewoon. En dat is geen enkel probleem. Ik zou heel graag willen dat het hier over 10 jaar er nog net zo uitziet zoals het er nu uitziet. Misschien, hè, omdat het hier misschien nog wat aangroeit, dat Westhoek nog iets gegroeid is. Maar dat het hier gewoon een heel mooi stukje ongerepte natuur is, wil ik niet zeggen. Want ja, je wil het toch ook een beetje als openstellen voor de mensen. Hè? Dat is ook wat het Friese Gea eigenlijk een beetje zegt. We willen mensen ook laten genieten van de natuur. Dus ruimte voor mensen zal hier zijn. Alleen we hopen dat mensen dan op een gegeven moment zich wat meer bewust zijn van wat hun invloed is op het moment dat ze hier zijn. En dat is wat ik hoop dat er over 10 jaar aan de hand is. Dat mensen gewoon dit gebied waarderen
en ervan genieten kunnen. Maar ook tegelijkertijd ze heel bewust zijn dat dit gebied heel belangrijk is voor de natuur, voor de vogels. Niet alle wegen leiden naar Westhoek. Toch wist Bonthuis dat juiste paadje te vinden. Ik heb een aantal jaren in een fabriek gewerkt. Ja, 27 jaar. En toen... ik voelde me daar gewoon niet gelukkig. En van het een op de andere dag toen kwam er, ben ik als vrijwilliger begonnen als opsporingsambtenaar. En naast je normale baan, vervolgens kom je in een netwerk terecht. En zodoende ben ik erin gerold. En ja, dat had ik nooit durven dromen. Ja, wel durven dromen, maar nooit gedacht dat het ooit zou lukken. Ja, toch wel een droom die uitkwam, laat ik het zo zeggen. Echt een grote verandering geweest in mijn leven. Vanuit de ploegen naar dit. Ja, dit is fantastisch. Gewoon naar iets wat eigenlijk je hobby is, in de natuur zijn. En dan toch je werk van kunnen maken, dat is gewoon dat is gewoon zo mooi. Bonthuis is behalve toezichthouder ook natuurgenieter. Hij trekt er regelmatig op uit met zijn camera. Ja, op het moment dat ik een camera in de hand heb, dan kijk je toch anders. Je gaat ook op de kleinere dingen letten, planten, insecten. Maar ook ja, natuurlijk de vogels, wat toch wel mijn favorieten zijn eigenlijk. Die springen dan toch wel meer in het oog natuurlijk. Maar ja, ook die kleine beestjes. Ik bedoel, insecten vind ik ook mooi om te fotograferen. En spinnen, noem maar op. Het is allemaal, het is voor mij allemaal mooi. En helemaal als ik met die foto's op pad ben, dan vergeet ik ook alles. En dan ben ik soms uren op pad. Niet dat mijn vrouw er altijd blij mee van wordt, maar ik zelf wel. We schatten soms niet op waarde hoe bijzonder Westhoek eigenlijk is. Mensen die komen hier, staan vaak aan de dijk, bovenop. Ze kijken over het gebied heen, staan er niet bij stil. Dat dit ook net zo goed een heel belangrijk deel uitmaakt van het hele Waddenzee gebeuren. Het werelderfgoed wat je hebt hier en waar het deel van uitmaakt, dat is gewoon mensen die ze beseffen het niet. En ja, dan denk ik bij mezelf van dit is gewoon jammer. Want het is hier zo'n mooi gebied. En dat heb ik al vaak genoeg gezegd misschien. Maar je wil gewoon dat mensen er gewoon van genieten. Dat ze het beseffen waar ze eigenlijk in wat voor gebied ze leven. En dat dit gewoon een stukje erfgoed is wat gewoon bestaan moet blijven. En het liefst nog aan moet groeien misschien wel. Ik weet het niet, maar ja.